Leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ben nogal stenengek. En als ik soms op zoek ga naar stenen, kom ik soms ook wel eens fossielen tegen. En ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon al mijn fossielen te laten zien die ik nu in huis heb. Sommige die heb ik zelf gevonden en andere heb ik gekregen van iemand en andere fossielen heb ik weer gekregen van mijn ouders omdat die het gevonden hebben. Sommige fossielen zijn misschien niet zo heel erg duidelijk te zien, maar dan ga ik er gewoon proberen een foto van te maken omdat het dan niet lukt om het op YouTube te laten zien. Dit is mijn allereerste fossieltje die ik gevonden heb. Ik was stenen aan het zoeken op het strand en toen pakte ik deze steen op. En toen vond ik een heel klein fossieltje van een heel klein schelpje. Misschien is dat niet zo heel duidelijk te zien, maar hij zit hier zo. En anders laat ik wel een foto zien. Ik vond er later nog zo één bij deze, maar deze helemaal niet zo duidelijk te zien. Maar hier zit er ook zo één in. En ik heb ze gevonden bij Almere Strand. Deze die heb ik gekregen van iemand die mijn moeder kent. Zoals deze. Ze komen uit Engeland. Uit de Jurassic Coast. Daar kun je blijkbaar heel veel fossielen vinden. En het zijn ammonietjes. Dat zijn inktvissen met een schelp. Net zoals het Nautilus. Die leeft nu nog. Maar ammonieten die zijn uitgestorven tegelijkertijd met de dinosauriërs. Ze stierven 65 miljoen jaar geleden uit. Dus ze kunnen zoiets van 425 miljoen tot 65 miljoen jaar oud zijn. Dus dat is wel heel oud en gaaf. Dus dat is die. Deze fossielen heb ik gevonden bij Lek. Maar ik weet niet zo goed wat het is. Maar waarschijnlijk kun je het ook niet zo heel goed zien op de video. Dit is de foto. Deze die heeft mijn moeder gevonden bij het lek. Ik weet ook niet zo goed wat het is. Maar ik denk dat het een soort van beest is of zo. Dat zich vastplakt aan de zeebodem of zo. Deze die is heel erg mooi en duidelijk. Deze heeft mijn vader gevonden bij de Maas. En het is waarschijnlijk een brachiopode, een soort van schelp in een kwartziet. Dus dat is best wel apart. Maar ik weet niet zo goed hoe oud het is. Deze heb ik ook gevonden bij de Maas. Het lijkt wel gewoon een mix van allerlei beesten en afdrukken en zo. Ik heb nu wel even een andere camera gepakt omdat mijn mobiel het niet meer zo goed deed. Dus sorry daarvoor. Maar deze, die komen ook bij de Maas vandaan. Ze lijken op stukjes bot, maar dat is het niet. Ik heb het nog nagevraagd. Het zijn gangetjes die kreeften 2 miljoen jaar geleden op de bodem van een rivier hebben gegraven. Dus dat is wel heel gaaf. Deze heb ik ook nog, maar ik weet ook echt niet wat het is en hoe oud het is. Oké, dit is dan mijn favoriete vondst. Zie je ook allemaal afdrukjes in en zo. Ik heb het gevonden bij de Maas. Ik wist eerst niet wat het was.
Maar later heb ik de patronen heb ik overgetekend. En zo en opgezocht. En toen kwam ik erachter dat het een groepje zeeegels is. Die leefde tijdens het krijtperiode. Dat is ongeveer bij de dinosauriërs. En dat was ongeveer 145 tot 65 miljoen jaar geleden. Toen deze zeeegeltjes leefden. Dus dat is wel heel erg gaaf. Dus het is echt mijn favoriete vondst. Oké, dat waren dan mijn fossielen. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. En misschien laat ik mijn stenenverzameling ook wel een keertje zien. Dus...